kerstdagen zitten erop en de kerstkilo's er weer aan. Dan is het best spannend om weer op de weegschaal te gaan staan. U bent niet geschrokken? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nou, gelukkig maar. Dus dan kan een oliebol er gewoon in met oud en nieuw. Zo is dat, ja. Waar heeft u voor gekozen? Echte oliebollen met krenten erin. En die had ik vorige week ook hier gehaald. En die waren me zo goed bevallen. Heerlijk. En waar heeft u voor gekozen? Oliebollen en krentenbollen. Gewoon lekker ouderwets? Lekker ouderwets. Dus ik ga naar mijn ouders toe. Lekker bak koffie erbij. En dan lekker smukkelen. Oliebol krentenbol is wel echt de hardloper, zeg maar. Maar wat je nu ook merkt is de Nutella bol. De Nutella bol is wel zo spectaculair en dusdanig bekend geworden. Dat ze daar echt wel voor komen, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk vanaf dag 1 dat we hier gestart zijn, is het al goed druk. Ja. En nu einde van de dagen naderen is het eigenlijk spectaculair druk op het moment. Ja, ja, ja. Het is allemaal handwerk natuurlijk. Alles wat we maken is niet lastig, want het is natuurlijk leuk. Je doet het met passie en veel plezier. Alleen heeft wel veel meer werk als een gewoon oliebol. Oliebol komt uit die machine tegenwoordig. En Nutella-bollen en de gespecialiseerde bollen moeten gewoon met de hand gemaakt worden. Jordi heeft het er maar druk mee deze dagen. Daarom komt de hulp van de jonge Dani goed van pas. Ik ben Dani de Korte. Ik ben 14 jaar oud en ik werk in de oliebollenkraam. En ik maak een beslag en ik verkoop het. En waarom ben je hier gaan werken? Het is een vriend van mijn vader en ik vond het leuk om in een oliebollenkraam te gaan werken. Dus ik was gewoon langs gaan en vragen of ik hem mocht werken. En de zodoende en hij loopt lekker mee en hij kent het hartstikke goed. Zeg alsof hij al jaren erin meedraait, maar het is toch bij zijn eerste seizoen. Ja, hij zei van kom lekker werken, kleed je om en kan je gelijk beginnen. Hij zegt ja, kan ik wel elke dag werken nu dan? Maar ja, je moet ook weer kijken, ze mogen maar 4-5 uurtjes werken per dag. Het moet ook natuurlijk niet te zwaar worden voor zo'n jonge jongen. En zou je het je vriendjes op school ook aanraden om hier te komen werken? Ja, zeker. Het is gewoon hartstikke leuk om in een oliebollenkraam te werken. En ik vind het persoonlijk ook leuker dan vakken vullen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen. Als ik hem hoorde praten, keert hij volgend jaar gewoon weer terug? Nou ja, volgens mij wilt u hem overnemen de locatie. Dus, maar daar is altijd over te praten natuurlijk. Radio Capella.